Suriname heeft te maken met klassieke criminaliteit, stelde hoofdcommissaris van politie Brian Isaacs gisteren tijdens een paneldiscussie van de Vereniging van Economisten met als titel Impact criminaliteit op de economie. De functionaris geeft aan dat elke vorm van criminaliteit een andere aanpak vereist. De levensberoevingen en de georganiseerde grensoverschrijdende in de stad. En we categoriseren het zo omdat elke vorm een andere aanpak vereist. Als we het hebben over de levensberoevingen, zien wij de afgelopen 14 jaar min of meer gemiddeld van 50, waarvan 80% opgehelderd zal worden. Isaac geeft verder aan dat er ook andere landen in de regio zijn met dezelfde patronen. Er komen bijvoorbeeld ook veel roofmoordgevallen voor in Guyana. Make no mistake about that. Maar ik schep u een beeld om een realistische analyse en benadering te kunnen maken. En dan laten we Guyana, dan gaan we naar Trinidad. We hebben 550 daar gehad, 2023. En je kunt dus zeggen van ja, maar de bevolking is ietsje groter dan 650.000. Dat klopt. Er zijn ook situaties waar bendes tegenover bendes staan. En de autoriteiten die in het leven zijn geroepen om antwoord daarop te geven, te zeggen wie de zich in raad. Om niet te praten van, kunnen niet in die gebieden gaan. De hoofdcommissaris stelt dat de contante betalingscultuur in Suriname ook veel risico's met zich meebrengt, betreft berovingen. De transformatie naar een meer digitaal betalingsverkeer is volgens de functionaris veel veiliger.